Wow, ik zag je niet eens. Wat deden we net ook weer? Oh ja, Arabier backflip. Wil jij die nou leren? Blijf dan kijken voor de Arabier back tutorial. Oké, voordat je een Arabier backflip kan leren, moet je ook eerst een backflip kunnen. Grapje, Arabier backflip is veel makkelijker. Oké, bij de 1500 likes gaan we een nieuwe tutorial maken. Reageer onder in de comments welke tutorial jij wil zien. Heb je onze andere tutorials nog niet gezien? Klik dan in het i'tje, volgens mij aan die kant. Want daar staan alle tutorials in een afspeellijst en dan kan je allemaal checken. Dus zeg niet, oh, doe de sideflip tutorial, want die hebben we al lang gedaan en die staat in het i'tje. Nu gaan we beginnen met de Arabier backflip tutorial. Het belangrijkste van de Arabier backflip is natuurlijk de Arabier. Kan je geen Arabier, kan je geen Arabier backflip. Ik ga hem één keer voordoen zonder backflip en dan ga ik hem uitleggen. Oké. Wat belangrijk is bij de Arabier, is dat je je armen, nou je handen, je armen ook, maar je handen om de beurt, net zoals bij een afslag, neerzet op de grond. Daarna, wat heel veel freerunners doen, of jongens ja, die nog geen goede Arabier kunnen, die doen dit. Ik ga het heel even overdreven doen, maar dit. Daar kan je geen Arabier backflip uit halen. Je moet proberen het hele lichaam aan te spannen, zodat... Het waait best hard, maar dat maakt niet uit. Zodat je recht uit je Arabier komt en meteen de sprong omhoog kan krijgen voor de backflip. Nog een keer de Arabier. Je loopt er dus een soort van in. Wat ik altijd doe is een soort van huppeltje. Dus je rent, doet een huppeltje en dan ga je in de Arabier. Oké, wat nog belangrijk is bij de Arabier om hem goed aan te leren, is denk ik, neem voor het of een denkbeeldige lijn of je neemt voor het in een gymzaal een gele lijn. Daar ga je je handen precies opplaatsen en dan maak je de Arabier. En je probeert je hele lichaam recht te houden. En ik denk als je heel veel oefent, lukt die Arabier vanzelf. Dus we gaan nu verder met de volgende stap. Nog één keer doe ik hem recht voor. En zorg, zoals je zag wat ik deed, de pop omhoog te hebben. Wat de pop is, ik zal het nog één keer doen, ook al heb ik het net al gedaan. Een pop is dit. Dat is wat je na je Arabier krijgt. Dus stel je voor ik doe een Arabier, maar ik heb geen pop, dan zal mijn backflip ook niet zo goed gaan. Dan doe ik eigenlijk een soort van losse backflip zonder Arabier. Ik ga het één keer voordoen hoe dat eruit ziet, dan zie je ook meteen het verschil. Zie je? Ik deed dus eigenlijk eerst de Arabier en daarna stopte ik en toen pas deed ik de backflip. Terwijl met Arabier backflip moet je in één keer doorgaan. Nu eventjes het goede voorbeeld, dan zie je hoe veel sneller ik de Arabier doe. Ik kom dan meteen een heel stuk hoger. En dat is omdat ik in één keer de backflip inzet na de Arabier. Ik maak eerst hoogte uit de Arabier. Als ik in de lucht zit, dan pas ga ik naar achter, pak ik vast en maak ik de backflip. Oké, een Arabier kan je gewoon oefenen als je alleen bent, in je achtertuin, op een grasveld, waar je ook maar bent. Maar als je er een backflip achteraan gaat doen, is het wel makkelijk als er een vriend bij je is of je doet het veilig onder toezicht. Want de eerste stap is ook dat je geholpen wordt. We gaan er wel vanuit dat je een backflip kan op trampoline, want de draai die kan je natuurlijk niet in één keer oefenen. Die moet je gewoon eerst kunnen op een trampoline. Als je die trouwens wil leren, is je ook weer een tutorial voor. Oké. Het is trouwens wel de andere kant. Echt? Ja, daar. Als je, nou, in het i'tje klikken, top. Oké, dus nu vraag ik of iemand wil ondersteunen. Ja. Oké, ik ben nu even Rutgers maatje. Ik ga hem helpen met draaien. Want als je nog niet helemaal comfortabel bent met je Arabier backflip en je hebt hem nog niet heel vaak gedaan of je wilt hem voor het eerst doen, dan is het handig dat er iemand bij staat die je helpt met de rotatie. Oké. Een tip voor degene die helpt, je doet één hand in zijn rug en als het nodig is één hand onder zijn bovenbeen hier zo. Dat is dus wat ik wou zeggen, het is best belangrijk dat iemand weet hoe die moet vangen. En mijn camera valt bijna en ik ben fucking bang dat hij echt gaat vallen. Dus nu ga ik hem eventjes helpen met de Arabier backflip. Nee, doe hem vanaf die kant. Ja, snel. Thank you.
Zoals je goed kon zien, hield ik één hand in zijn rug en met de andere hand hielp ik hem bij zijn benen om eroverheen te gooien. Dan heb je één hand die houdt steun en de andere arm die helpt met de rotatie. Stel je voor, jij doet dit echt voor de allereerste keer, kan je ook vragen of twee mensen je helpen. Dat heb ik zelf ook gedaan, misschien makkelijker. Ik denk, als jij dit vaak hebt geoefend, vaak met mensen, dan kan je het natuurlijk ook alleen proberen. Het zal niet in één keer goed gaan, maar zoals mensen weten, oefening baart kunst. Oké, een tip voor de beginners. Ik heb het zelf ook gedaan. Aan het begin een lange aanloop nemen. Want hoe meer snelheid je hebt, hoe makkelijker de backflip gaat. Ik ga het voordoen. Wat gaat hij nou weer doen? Jeetje, waar gaat hij heen? Oh. Ik zie hem niet meer. Waar is hij? Ik weet niet wat hij aan het doen is, maar er gaat iets niet goed. Rutger? Nou, ik denk dat wij gewoon verder gaan met de tutorial, want Rutger die komt pas over een tijdje terug, denk ik. Dus, oh, daar zie ik hem. Oh, daar gaat hij hoor. Hij heeft wel een hele lange aanloop hoor. 2000 years later. Daar is hij hoor. Ah, wat deed je? Nu moet je hem opnieuw doen. Shit, rennen! Yes, hij is er weer. Shit. Wat doe je nou? Arabier ging niet goed. Gast! Oké, laatste keer. Kom op Rutger, je kan het. Ja! Altijd jongens. Ja. Oké, we hebben jullie nu de Arabier backflip geleerd. We hebben jullie de Arabier geleerd. En de backflip. Wat samen maakt Arabier backflip. Je hebt natuurlijk ook nog varianten voor als je de Arabier backflip wel kan. Dus ik ga nu een paar varianten laten zien. Rutger, laat je trouwens ook een paar zien. De eerste en meteen ook mijn favoriete trick is Arabier flexflip. Ik ga nu een Arabier layout doen. Dat is hetzelfde mee dan zonder die uitkick. Je hebt natuurlijk ook een combinatie. We veranderen bijvoorbeeld de backflip in een backfull. Wat je dan krijgt is een Arabier backfull. Wil je die nou leren? Reageer dan in de comments. Hashtag Arabier backfull. De laatste combinatie is een Arabier stall. Dat is geen normale backflip, maar dat je even stilstaat in de lucht. Jullie gaan het zien, maar als je deze gaat proberen, je moet echt heel hoog komen. Oké mensen, dat was de Arabier backflip tutorial. Vond je het nou een goede tutorial? Dan reageer je hieronder. Super goede tutorial jongens. Of je reageert, Teach Tantum, onze eerste video, eigenlijk tweede video, heette Teach Tantum. Dus reageer dat hier beneden. En reageer natuurlijk ook welke tutorial jij de volgende keer wilt zien. Laat ook een like achter. Bij de 1500 likes gaan we een nieuwe tutorial maken van de tutorial die het meeste aangevraagd is. En die bovenaan staat dus met de meeste likes. En ken je Team Tantum nog niet? Abonneer dan zeker even, want er komen nog heel veel leuke video's aan. Volg ons allebei even op Instagram. Mees van Dam en Rutger laatst 730. En Bo natuurlijk, maar dat staat in de beschrijving. En Team Tantum, dat staat hier. Maar dat was recht hier. En dan zeggen we, zoals altijd, tot de volgende keer en later. It's delicious.